Een cycloon in Bangladesh ging in 1970 de geschiedenisboeken in als een van de dodelijkste natuurrampen ooit. Er kwamen meer dan 300.000 mensen bij om. De meeste mensen stierven door een metershoge stormvloed die de dichtbevolkte kustgebieden overspoelde. 50 jaar later, in 2020, werd het gebied opnieuw opgeschrikt door een zware cycloon. A powerful cyclone has made landfall along the coastline of India and Bangladesh. The cyclone was the equivalent to a category 3 hurricane. Met windsnelheden van 270 km per uur was het een storm van de zwaarste categorie. Maar dit keer bleef het dodental beperkt tot 128 mensen, terwijl er veel meer mensen in hetzelfde gebied woonden. Hoe kan dat? Mensen konden door betere technieken de storm verder van tevoren zien aankomen, waardoor er maar liefst 4,2 miljoen mensen langs de kust konden worden geëvacueerd. Een weerbericht kan dus levens redden.